Expecto Patronum. Uitstekend, Harry. Nog twee. En dan ben je klaar om te gaan. Ja, zo, Harry. Nog maar één keer. Expecto Patronum. Fantastisch. Drie perfecte spreuken, Harry. Je bent klaar voor het volgende onderdeel van de les. Verken de ruimte hieromheen en houd de patronus bij de hand voor de boeman. Alle honden. Alle honden. Depulso. Depulso. Concentreer je. De boeman heeft de vorm van jouw angst van een dementor aangenomen. Expecto Patronum. Als er meer dan één dementor, of zoals in dit geval boeman is, dan zorgt hun aanwezigheid ervoor dat je je niet kunt bewegen. Gebruik een perfecte patronus op de boeman om hem uit te schakelen. Gebruik perfecte spreuken voor elke boeman om je heen, voordat de spreuk in kracht afneemt, om ze te verslaan. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Gelukt! Goed zo, Harry. Volgens mij heb je hem onder de knie. Super! Oh, en ik krijg ook nog een verzamelkaart. Voor dat valluik en zo. Ik moest weten hoe je reageert als je onverwacht wordt aangevallen. Maar je hebt het prima gedaan. Dank u, professor Lupos. En hoe raak je hier nu uit? Toen de anti-dementorlessen afgelopen waren, vroeg Harry professor Lupos of het waar was dat Harry's vader en Sirius Swartz vrienden waren geweest. De vraag leek professor Lupos te verwarren. Hij antwoordde kortaf dat hij Sirius ooit had gekend. Of dacht dat hij hem had gekend. Ah! Schurfie is weg! En weet je wat ik op de vloer vond? Kattenhaar! Oranje kattenhaar! Jij denkt toch niet dat knikkebeen? Ik hoor net dat ze Schurbeck willen afmaken omdat hij Malfides heeft aangevallen. Nee, dat mag niet! Dit is de schuld van Malfides. Hij is degene die bestraft moet worden. We moeten toch iets voor hem kunnen doen? In beroep gaan. Ja, in beroep gaan. Ik weet zeker dat ik ergens iets heb gelezen over een geval van hippogrieftreiteren. We zouden naar de bieb moeten. Ik ga mee. Maar met die monsterkat van jou, Hermeline, heb ik het helemaal gehad. Ik vraag me af waar Madame Romella is. Misschien heeft Knikkebeen haar ook wel te pakken. Van haar mogen we vast in die boeken over hippogrieftreiteren kijken. Dit is een noodgeval. Ze staan op de juridische afdeling daar, maar die is op slot. Er moet een andere manier zijn om daar te komen. Oké, maar laten we dan proberen om niet in de problemen te komen. Problemen? Wie zegt dat we in de problemen komen? Goed is. Ah! Depulso! 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 Depulso!
Kijk of je een manier kunt vinden om bij de juridische afdeling te komen, Ron. Oké. Honoria Noteling, 1665 tot 1743. Oprichtster van het Genootschap ter Hervorming van Feeksen. Hallo, Honoria. Ik neem het van je over, Ron. Kunnen jij en Harry de wacht houden? We roepen als Madame Romella opduikt. Een boek. Twee is te duur. Heb je iets gevonden dat kan helpen bij Schurbeck's verdediging? Zeker weten. En ik heb het boek ook al bij Hagrid langsgebracht. Hey, wacht eens even. Hoe heb jij dat gedaan? We zagen je net nog. Ik heb een kortere weg genomen. Kom op. We mogen niet te laat komen voor bezweringen. Dat is daar. Eeuw, jaag die afschuwelijke dingen weg! Rennen, dit is levensgevaarlijk! Oh nee! Misschien moeten we een kijkje nemen. Maar we hebben nu toch bezweringen? Ja, maar ik denk dat we wel tijd hebben om dat ding een lesje te leren. Wat voor ding het ook is. Zeg jij het maar, Harry. Binnen gaat een monsterlijk boek tekeer. Ik hoop dat je bent gekomen om te helpen. Je krijgt een verzamelkaart als je alle bladzijden verslaat. Er zijn 5 kaarten in totaal. Zo gepiept. Wij doen dat alleen. Succes. Ik wil best blijven, maar ik moet nog iets doen. Ja, iets doen. De blossom. Volgens de klasseoudste kunnen we 5 kaarten winnen, maar dan moeten we dat ding wel voor goed verslaan. Rick de Sembra.
dat hebben we prima gedaan. Nee, Pulso! Rick de Centra! Moeten we niet vluchten? Rick de Centra! 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 Ze gaan allebei hoor! Ron, volgens mij gaat het al stukken beter! De Blusso! De Blusso! Allemaal Rick de Centra! 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 Maar het zijn er te veel! Rick de Centra! 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 Dat was fantastisch! Als we dat monster klein krijgen, winnen we de laatste kaart van de set! De Blusso! Rick de Centra! 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 Einde verhaal voor het monsterlijke monsterboek. Ik vind het een beetje zielig eigenlijk. We hadden moeten proberen hem te temmen. Hermelien? Baba Yaga, middeleeuw, geen data bekend. Russische feeks die in een hut woonde die op gigantische kippenpoten stond. At kinderen als ontbijt en waarschijnlijk ook als lunch en tussendoor. Malodora Grin, middeleeuw, geen data bekend. Verhulde haar ware feeksen aard met een schoonheidsdrank en trouwde met een koning. Een betoverde spiegel moest haar zelfvertrouwen oppeppen. Was jaloers op het mooiste meisje van het land en gaf haar een vergiftigde appel te eten. Letitia Somnolens, middeleeuw, geen data bekend. Deze rancuneuze fix was jaloers op de dochter van de koning en zorgde ervoor dat zij zich prikte aan een spinnenwiel dat was besmet met de drank van de levende dood. Een jonge tovenaar smeerde zijn lippen in met wiggendeldrank en kuste de prinses wakker. Moedertje Hubbard, middeleeuw, geen data bekend. Lokte zwerfdieren naar haar huis en liet ze verhongeren. Carola Misericordia, 1298 tot 1401. Vertegenwoordigde de feekse tijdens een topconferentie van de tovenaarsraad in de 14e eeuw. Welkom in de lesbezweringen. Vandaag leer ik jullie een bijzondere bevriespreuk. Glacius. Eens kijken, wie wil het voordoen? Harry Potter, jou moet ik hebben. Als je door deze deur gaat, begint de Glacius-uitdaging.
Glacius is handig voor het bevriezen van dingen, Harry. We beginnen maar eens met een Amazone-salamander. Voorzichtig, Harry. Je moet het beestje en het vuur te grazen nemen. Probeer maar. Met de spreuk, Glacius. Glacius. Prima. Wauw, het is ijs geworden. En nu, Harry, het leukste stukje. Glij maar. Met de pijltoetsen rechts en links kun je draaien. Met de pijltoets omhoog ga je sneller. Met de pijltoets omlaag rem je af. Dag, dag. Ik zie je aan het eind van de uitdaging. They build.